allemaal, welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser. Dit is een extra video. Ik was bij het Kruidvat gisteren en ik kocht de Nivea Cellular 3-in-1 Cushion. En Nivea Cellular, ik kan het bijna niet eens uitspreken, dat is een lijn van Nivea met anti-verouderingsproducten. En daar heb ik nog niet zoveel van gebruikt. Maar dit is dus, dit sprak mij aan, want ik heb 's morgens altijd, wanneer ik snel de deur uit moet, dat ik foundation op mijn gezicht doe. En dat duurt lang en dit is dus... Ja, dit pretendeert even snel erop en het is klaar. En het is 3-in-1. Het is een verzorging, het is een hydratatie. Er zit hyaluronzuur in. Hè, wat natuurlijk het anti-verouderingsproces tegengaat. Het hyaluronzuur, dat stimuleert je huid om zelf dat aan te maken. En het, ja, het moet dekken. Het moet een foundation zijn. En ja, het is een handig dingetje met... Zeggen ze, met een sponsje erin. Ik zal het even laten zien. Dit, hier zit het in. Ik zal hem even openmaken. Kijk, dit is het sponsje. Dit is het doosje. En er zit dan weer een klepje. Kijk hoe dat werkt. En dit is het product. Ik heb de kleur medium genomen, omdat ik... ja, zo nu en dan toch even wat zelfbruiner op mijn gezicht smeer 's avonds. Dat ik dan 's morgens een kleurtje heb. Je ziet nou dat het enigszins vlekkerig is. Je ziet bij mij ook hier wat oneffenheidjes. Ik heb hier een plekje wat ja, altijd open gaat. En heel gevoelige huid daar. Nou, heb ik vanmorgen gedoucht en mijn huid is behoorlijk droog. Dus ik heb toch iets van een moisturizer er even op gedaan. Misschien moet dat niet. Misschien is dit vet genoeg. Ik ga het proberen. Ik denk dat je gewoon zo eventjes erin moet deppen. En dan zo. Ik ga even hierin kijken. Hier is de spiegel. Ik hoop sowieso dat jullie zien qua belichting wat ik aan het doen ben. Ik zit hier op mijn slaapkamer. En ik heb niet echt een studiootje waar ik dit soort dingen in opneem. Dus het voelt inderdaad heel vochtig aan. Net of je water op je huid smeert. Heel licht. Hij is behoorlijk donker. Kijk hoe donker hij eigenlijk is. Ja. Of dat ik even een zonnebankje heb gehad. Zal de nek ook even een beetje doen. Ja, ik ben toch al, ik ben nooit van deppen. Ik ben van wrijven. Maar goed. Kijk, ik doe dit ook normaal nooit. Hè. Ik doe nooit beauty video's opnemen. Maar ik dacht, ja, ik ben hier toch heel benieuwd naar. Ik dacht, waarom ook geen video ervan maken? Het is weer eens wat anders. Volgens mij moest je de kant van de ogen vermijden. Dus niet te dicht bij de ogen komen. Maar dit is hem zo. Nou, het geeft een hele lichte dekking. In mijn inziens is die wat te donker, toch nog. Het voelt wel heel lekker op de huid. Misschien is die ook wel opbouwbaar. Buildable, zeggen de Amerikaanse dames altijd. Ik ga er gewoon nog een laagje overheen doen. Dus ik doop hem er weer in. En ik dep hem op de huid. Niet in de buurt van de ogen komen. Tien is die smeert het onder haar ogen. Ach. Ja, het is wel een geelbruine kleur. Misschien. Ik heb ook mijn haar geverfd in een andere kleur. Wat koelere tint. Dus misschien dat het daarom ook verkeerd valt. Maar ik vind de kleur niet helemaal jovel. Ja, zo op camera valt hij misschien wel mee. Ik vind hem zo vrij oranje. Maar ik moet zeggen, het ligt wel heerlijk op de huid. Je voelt meteen dat het intrekt of zo. Ja,
Nou, straks nog wat concealer onder de ogen en een beetje rouge. En dan ben ik klaar. Ik ben ja, heel benieuwd hoe dit zich houdt. Oh ja, moet ik. Kijk, daar is dat dekseltje voor hier. Zo, doe deze dicht en bewaai het sponsje hierbovenop. Ik vind het wel een heel leuk doosje. Ik weet niet meer wat die kostte. Volgens mij niet super goedkoop. Maar ik wou het gewoon eens uitproberen. Ik denk, ja, dit kan heel snel gaan, 's morgens. Maar ik vraag me dus af of je ook inderdaad iets eronder moet hebben. Een dagcreme of een moisturizer. Ik kan nergens terugvinden. Ik had het dus wel gedaan. Ik ga de rest van mijn gezicht even afmaken. En dan horen jullie wel. Het voelt een beetje kollerig. Als ik zo eroverheen ga. Hey, dat is raar. Ik voel korreltjes. Vreemd. Heel, ja, heel raar. Ik voel korrels. Zou dat in het sponsje zitten? Dat sponsje wat. Je veegt er wel zo af. Ik denk dat het nog in het sponsje, dat nieuwigheid van het sponsje is of zo. Want ik kan me niet voorstellen dat het product zo korrelig is. Ik kom terug bij jullie. Nou, hier ben ik weer. Ik heb even wat concealer onder het oog gedaan. Vind ik ook zo moeilijk. Ik heb deze van L'Oreal. Age Rewind. Rewind is dit. En dit is nummer 3. Dit is volgens mij Fair. Ik heb ook nummer 8 geprobeerd. Deze is wat roziger. Vind ik ook heel lastig altijd om de kleur te bepalen. Maar ik vind ook altijd als ik concealer op doe, of dat ik gehuild heb. Maar ik vind het wel een fijn product. Het ligt heerlijk op de huid trouwens. De Nivea Cellulure. En ik zal even een lippenstiftje doen, lipglossje. Gebruik trouwens als lippotlood, gewoon mijn wenkbrauwpotlood. Dat ik even niet anders heb. Maar het werkt perfect. Misschien dat ik toch ook nog een beetje bronspoeder kan gebruiken. Even om een klein beetje te contouren. Zo. Lijkt het ook wel anders, denk ik. Ja, ik vind. Als je ouder wordt, dat opmaken toch wel een dingetje hoor. Ik vind gauw dat foundation te veel in die plooien zit. En dan 's morgens dan zie je dat niet zo, maar in de loop van de dag. En vooral op camera, als je jezelf filmt, denk je: wow, wat een rimpels. Ja, die zitten er natuurlijk ook. En een ander ziet het ook. Maar 's morgens in die spiegel denk je: het is wel wat nog. Maar goed, daarom probeer ik dus ook met dit spul dat het misschien wat anders is. Dat het wat lichter is en niet zo in die plooien gaat zitten. Ik hou dus niet van primen en dat gedoe allemaal. Ik wil gewoon een simpele dagcreme of moisturizer gebruiken. En dan ja, dit spul. En het liefst alleen maar dit spul. Als het lekker wat doet voor je huid. Nou, tot zover de review van de Cellulure 3-in-1 Care Cushion. Cushion, cushion. Dit dus. Nou, ik kom even terug bij jullie. Het is een dag later nu. Ik heb het nu gebruikt op mijn gezicht zonder een verzorging eronder. Want ja, ik ga het toch vergelijken met een BB-cream of een CC-cream. En die smeer je ook zo op je gezicht zonder wat eronder te doen. Dus ik heb dat nu gedaan. En ik moet zeggen, het bevalt goed. Alleen, ja, zie ik dus niet zo de handigheid ervan in. Ik denk dat als je op reis bent of snel wilt, dat een BB-cream of CC-cream net zo gemakkelijk is als dit. Ja, het is alleen, er zit een sponsje bij en er zit een spiegeltje bij, een doosje. Maar ik vind wel dat er erg weinig product in zit. Want ik zag dus vanmorgen dat
het spul zelf ook in een sponsje zit. Dus het is een soort sponsje waar het product in zit. En je doet zelf met het sponsje erop drukken en dan op je gezicht. Dus ik denk dat het vrij snel op is. En het is niet goedkoop volgens mij. Ik zal straks eens even kijken wat het kost. En ik denk dat een CC cream of een BB cream net zo doeltreffend is. Maar ik vind het wel heel fijn spul. En ik denk dat ik toch eens wat meer ga kopen van Nivea Cellular. Dat, die hebben volgens mij ook gewoon een losse BB cream of CC cream. Ik zal me daar eens in gaan verdiepen. Raad ik het aan? Ja, als je het geld ervoor over hebt en je vindt het handig. Zo'n doosje met een spiegeltje in je tas. Dan zou ik zeker zeggen van koop het. En anders denk ik dat je net zo goed een tube kan kopen. Nou, lieve mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Is iets heel anders dan wat jullie van mij gewend zijn. Maar steek een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer je nog even op mijn kanaal, dat is helemaal gratis. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende video of vlog, wat het dan ook maar mag wezen. Bedankt voor het kijken. Doei!